Het is iets dat je meedraagt heel je leven. En die momenten zijn dat ook. Al die mooie momenten die je hebt meegemaakt. Uiteindelijk staat dat op je been of staat dat op je arm. En dat blijft er ook. Ik heb een spreuk op mijn arm staan, binnenarm. En dat zegt, all that I ever hoped to be, I owe to my angel mother. De dag dat ik hier vandaag sta is ook grotendeels dankzij haar. Zij verdient alle lof, alle respect. En dat zal ik ook altijd hebben voor haar. Ja. Dat betekent eigenlijk, zonder je verleden en je heden kom je niet aan de toekomst. Het feit dat ik van heel ver kom en dat ik veel heb meegemaakt in het verleden, vandaag de dag sta ik hier wel. En ik ben altijd blijven vechten, dus daar ben ik heel blij om dat ik dat heb gedaan en dat ik terug hier vandaag ben. Ik heb hier een klok met Carpe Diem op. En dat betekent pluk de dag. Ik leef ook van dag tot dag en ik probeer van elke dag te genieten, maar ook gewoon mezelf 100% te geven. Mezelf 100% te geven in alles wat ik doe, niet enkel op voetbalgebied, maar ook gewoon als mens. Ik heb bijvoorbeeld dan hier die vogel en dan een engel erbij. En dat betekent weer van dat ik iemand ben die heel positief is ingesteld. Ik wil gewoon dat iedereen op een goede manier met elkaar overeenkomt. Ja, dat is eigenlijk toen we kampioen zijn geworden met Union. Dat was voor mij een heel speciaal moment. Zeker een hoogtepunt uit mijn voorlopige carrière. Ook de band die ik heb met de club, de band die ik heb met die supporters daar, is iets ongezien, iets wat ik nog niet heb meegemaakt voor Union. Ze verdienden dat zeker ook. Ja. Ik was er wel over aan het twijfelen, omdat het toch mijn eerste keer is dat ik geselecteerd ben. Dus ik ga er nog eens heel goed over nadenken, want ik zet het ook niet op 1, 2, 3, zeg maar. Het is iets waarover je moet nadenken en dat ga ik zeker eens doen, ja.